In de Groningse veenkolonie Nieuwe Pekela is volgens een geheel nieuw systeem een landbouwhuishoudschool gebouwd die tot de modernste in ons land kan worden gerekend. De school die uit 5 lokalen bestaat is een schepping van de architecten van Teijen, Boom en Posno in Rotterdam. De klassen zijn licht en ruim. Behalve aan het werken met naald en draad wordt veel aandacht besteed aan de kookkunst. Het kolenfornuis neemt in de keuken een belangrijke plaats in omdat het in veel boerderijen nog gebruikt wordt. Maar daarnaast leren de meisjes ook omgaan met elektrische en gasfornuizen. Wassen en strijken behoort natuurlijk ook tot de leervakken. Op vernuftige wijze worden de strijkplanken aan de tafels bevestigd, waardoor ze een minimum aan ruimte innemen. Omdat het een landbouwhuishoudschool is, zijn de leerlingen een deel van de schooldag in de open lucht, waar hun onder meer de kunst van het tuinieren wordt bijgebracht. Ook worden de leerlingen onderwezen in het kweken van jonge kasgroenten. De zorg voor het pluimvee wordt niet vergeten. Op deze ultramoderne school kunnen 100 meisjes worden opgeleid voor het moeilijke beroep van huisvrouw op het platteland.